Ja, when I'm 64, may you still be here, may you still be here. When I'm 64. De burgemeester van Eersel heeft alle gouden bruidsparen uit haar gemeente uitgenodigd om een feestje hier op het gemeentehuis te komen vieren. Dit is voor de eerste keer, maar ook voor de burgemeester is dit voor de eerste keer. We hopen dat ze een gezellig feestje hebben. Er is in ieder geval gezorgd voor entertainment en taart en koffie. En de drank misschien ook nog wel. De koffie is ingeschonken. Iedereen geniet van een lekker stukje gebak. We zitten allemaal bij elkaar. Sommigen die hebben elkaar lang niet meer gezien. Dus tijd om even lekker bij te kletsen. En ook de burgemeester heeft plaatsgenomen tussen zijn gasten. Dit jaar zijn er in Eersel 80 echtparen die 50 jaar getrouwd zijn. En we waren blij verrast dat daarvan 53 echtparen gezegd hebben, wij komen. En niet iedereen van u zal in Eersel of in de toenmalige gemeente Vessem getrouwd zijn. Mogelijk dat u nog elders woonde, maar in de loop van de tijd hier bent komen wonen. En ik hoop dat dat u bevallen is. Mieke en ik komen een beetje achter jullie aan. We zijn nog maar 42 jaar getrouwd. Ik heb eigenlijk niet zoveel in te brengen in dit gezelschap. Onze jongste zoon die trouwde afgelopen weekend. Dus die moet nog helemaal beginnen. Maar het gaf mij, het zette mij natuurlijk wel aan het denken. Want voor dat jonge paar was natuurlijk zaterdag het hoogtepunt in hun leven. Dat was het voor ons ook, dat was het voor u allemaal. Maar er is natuurlijk meer in het leven. En er zal ongetwijfeld na uw huwelijk nog heel veel meer gebeurd zijn die mogelijk ook heel grote indruk op u heeft gemaakt. Proficiat wensen met uw 50-jarig huwelijk, al geweest of nog aanstaande, maar van harte gefeliciteerd met deze prachtige mijlpaal en geniet vanmiddag van wat het gemeentebestuur vanuit een goed hart u aanbiedt. Dank u wel. Meneer de burgemeester, u hebt alle bruidsparen in Eersel die 50 jaar getrouwd waren uitgenodigd. Nu bent u zelf 42 jaar getrouwd. Hebt u om tips gevraagd? Nou ja, ik ben de jongste van het gezin van 13, dus ik heb wat voorbeelden bij me. Maar die laatste jaren komt erop aan natuurlijk. Dus ik zal er straks wel even rondgaan. Goed idee van u, dat ik nog even tips vraag. Maar hoe vind je dat nu dat al die mensen hier zijn gekomen voor het feestje te vieren? Ja, dat vind ik geweldig. Want het was natuurlijk toch in Eersel gebruik dat de burgemeester op bezoek ging. En daar waren mensen altijd heel erg blij om. Maar het zijn er zoveel. Dat geeft ook de kans om zo'n mooie middag te organiseren. Maar dan zie ik even afwachten natuurlijk of mensen dat zelf ook leuk vinden. Maar gezien het aantal aanmeldingen en gezien de reacties die wij gekregen hebben, ben ik ervan overtuigd dat we een hele goede keuze gemaakt hebben. Jullie proosten op het leven? Ja, op het mooie leven, hè? Ja. Het leven waal geweest is, gedeeltelijk. Maar er valt ook wat te vieren. Heel veel. 50 jaar, hè? 50 jaar getrouwd, allemaal die hier zijn. Je bent niet bang voor een feestje? Nee, daar zijn we nooit voor geweest, nee. Heb je ook een feestje gevierd? Ja, ik heb ook een feestje gevierd, ja. Met de hele familie. En dat was gezellig? Dat was heel gezellig, ja. Bert, 50 jaar geleden, 60 jaar geleden, ging je door Winterree en heb je de stalraampjes geteld en dacht je van, wow. Deze, die hebben veel koeien, want die hebben veel stalruimte. Ik moest vroeger met de fiets
En dan ging ik, als ik ver ging, dan reed ik veel goeie voorbij. Daarom ben ik niet ver gegaan. En ik moest op een plaats dus er 7 gaan en ik moest bovenaan beginnen niet botten. Anders had ik misschien de 3e of de 4e gewacht. Keuze genoeg? Ja. Bent u ook in Eersel getrouwd? Nee, wij zijn in Noordwijkerhout getrouwd. Ik kom uit Nistrode en mijn man uit Noordwijkerhout. En daar zijn we getrouwd en toen zijn we naar Eersel gekomen. Want we zijn op de Spegel gaan werken. De eigenaar is een neef van mijn man en vandaar dat we dus naar Eersel trokken. En daar zijn we nu 50 jaar, wonen we hier. En dat bevalt dus erg goed? Ja, dat blijkt, hè, de camper. Pareltje. Ja. En een verloren land en een leven vol gevaar. Een brandend zaan berooft je bijna van het verstand. En dat alles komt door haar. Hoe gezellig is het hier? Zo gezellig. Het beste van de campen. En u lust hem nog wel? Het spulletje uit Dommelen, ja. Fijn, heerlijk. Ja. Ik mag dat wel. Je houdt wel van een drankje op tijd? Op tijd, ja. Nou, bij mij is altijd tijd. Als je maar met pensioen bent, is het hele nacht tijd. Well, I'm driving in my car. And a man comes on the radio. Who is telling me more and more about some. Jullie zijn 50 jaar getrouwd. Is het altijd gezellig, leuk en is alles met voorspoed gegaan? Nou, het grootste gedeelte prima. Maar in elk leven kom je obstakels tegen. En die hebben wij ook één gehad, ja. En dat was? Het overlijden van onze zoon toen hij 22 was. Die zou nu ongeveer 50 geweest zijn. Dus 80 bruidsparen waren er in Eersel die 50 jaar getrouwd waren. 53 zijn er in Eersel hier die nu gezamenlijk op de groepsfoto komen. Misschien over 10 jaar weer zo'n gemêleerd gezelschap en vieren ze hun 60-jarige huwelijk. Het wordt in ieder geval nog een gezellig afsluiten hier in Eersel. Bedankt aan de burgemeester en de gemeente.